Yes? Cut. Nee, dat moet je niet zeggen. Oh, was het begin? Was het begin dan? Action. Action. Okay. Yes, let's go. Oké. Nou, stel jezelf in eerste instantie even voor, zou ik zeggen. Ik ben Constructo en ik ben rapper bij de band Platvloers. Oké, helemaal goed. Ten eerste de vraag van waar de naam Platvloers vandaan af? Het is misschien wel iets te simpel, maar we zaten ooit gewoon een keertje met z'n tweeën in een studiootje. Te denken van, oh ja, we zijn een rapduo, we moeten een naam hebben. Weet je wat? Platvloers. Zo simpel ging het. Zo ging het, ja. Het was gewoon in één keer van, bam. Ja, want platvloers betekent eigenlijk dat het een beetje grof is en zo, maar dat zijn wij helemaal niet. Zijn jullie helemaal niet? Nee. Waarom niet? Waarom zijn jullie niet wij grof? We hebben hele positieve inhoud, soms een beetje maatschappij kritisch. En we zijn vooral heel erg chill, lekker rustig. Ja? Ja? En we kunnen jullie niet vergelijken met boevers zoals scheppers. Nee, totaal of flat, niet. Nee, mensen, die nee, mensen begrijpen hip-hop helemaal verkeerd. Hier heb je ook die gasten. Maar oorspronkelijk was hip-hop, dat ging om feesten. Dat ging om liefde, eenheid, vrede en plezier. Maar dat is nou niet. En daar gaat het ons ook om. Nee, dat is nog bij nu jullie? Nog wel. Bij ons is dat wel zo. Maar bij de anderen niet. Maar bij sommige anderen niet. Ik kan niet voor iedereen spreken. Nee, oké. Ik word op het moment heel kritisch door die man daar aangekeken. Hij denkt van, zeg niet over mij dat ik niet lief ben. Ja. Even kijken, hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Als Platvloers zonder band, 17 jaar. 17? Zo. Ja. Maar we spelen pas sinds anderhalf jaar met band. Eerst waren we gewoon een rapduo met een beat en een DJ erachter. Oh, zo. En nou hebben jullie inderdaad echt live muziek. En qua muziek is het ook wat veranderd. We zijn meer funk gaan maken. Oké, super vet. Met welke artiest zou je nog heel graag samen willen werken? Q-Tip. Dus ik persoonlijk zou heel graag met Q-Tip samen willen. Q-Tip, ik ken hem niet. Van A Tribe Called Quest. Moet je eens checken. Ik ben duidelijk geen positieve rap, vooral bekend in de jaren 90. Okay. Voor jullie tijd. Voor onze tijd, nou, dat klaar hoor. Maar ik vond dat toen ik jullie leeftijd was, denk ik dan, vond ik dat heel tof. Ja, oké. Maar voor ons is dat nu inderdaad iets anders. Nou, ze hebben dit jaar nog een album uitgebracht. Wel. Ja. Ik ga ze opzoeken, maar ik ken ja, je moet echt checken. Oké, ik ga checken. Maar ook De La Soul vond ik heel tof, een beetje die richting, daar hou ik wel. En dan heb ik nog een dilemma vraag. Een dilemma. Nooit meer muziek maken of nooit meer je tanden poetsen? Wat nooit meer mijn tanden poetsen, zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Tanden poetsen is zwaar overschat. Als ik geen muziek meer kan maken, dan ga ik gewoon de mooiste gat graven en ga liggen. Dat is gewoon gedaan. Ja, dat is gewoon gedaan. Dat is gewoon klaar. Serieus, ik maak al muziek vanaf dat ik 8 jaar oud was. Ik speel gitaar, ik speel toetsen, ik rap, ik schrijf liedjes, ik doe van alles. Ik kan me echt niet indenken dat ik dat vandaag niet zou doen. Niet zo kunnen. Dus skip dat tandenpoetsen maar. Ja, skip tandenpoetsen maar. Ja, doe maar als ik allebei kan kiezen, dan wel. Dan liever allebei. Ja. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, heel graag gedaan.